Het is maandag 20 november, de dag waarop de Oranje Dames in Nieuw-Zeeland hun laatste groepduel speelden van deze HWL-finals. Vandaag in Shoot te gast niemand minder dan Maartje Pauwme. We gaan beginnen. Maartje, hartstikke mooi dat je er bent. We gaan natuurlijk straks uitgebreid inzoomen op jouw boek. Wat deze week, eigenlijk sinds vorige week in het schap ligt. Maar morgen die officiële boekpresentatie. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar we gaan natuurlijk eerst even beginnen met die wedstrijd van vanmorgen. Van de Oranje Dames tegen Zuid-Korea. Heel vroeg, hè, Nederlandse tijd. 6:00. Ja. Hoe laat ging jouw wekker? Nou, die stond eigenlijk op 8:00. Maar ik werd wakker om 5:45 en toen ben ik toch gaan kijken natuurlijk. Ik heb de eerste helft gezien. Ja. En ja, in de rust ben ik toch in slaap gevallen. En toch in slaap gevallen? Ja, maar ik vond het wel echt mooi dat ik de eerste helft heb gezien. Ja. Ja. En nou ja, het is nu het tweede grote toernooi wat jij natuurlijk vanaf de zijlijn toekijkt. Nou, misschien wel het derde, maar het EK natuurlijk, het grote eindtoernooi wat jij dus... Waarin je niet meer deel uitmaakt van die selectie, maar vanaf de zijlijn moet toekijken. Nu weer, ja, hoe zit jij dan toch voor de buis 's ochtends vroeg? Ja, ik vind dat wel leuk om te zien. Weet je, natuurlijk met heel veel meiden nog samengespeeld. En dan ben je toch wel benieuwd hoe ze daar presteren. En dat vind ik gewoon echt leuk om te kijken. Ja, sowieso hockey om te kijken vind ik echt leuk. Dus als het op tv is, kijk het sowieso. Ja. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe die meiden daar presteren. Weet je, ik heb met zoveel van hun samengespeeld. Dus ik volg ze wel. Ja, volg ze wel. Heb je nog een beetje contact? Hè? Want het is de andere kant van de wereld. Maar heb je een beetje contact met een paar van die meiden? Ja, ja, ik spreek een aantal best geregeld eigenlijk voor iedere wedstrijd. En, wie heb je het meeste contact? Dan, ik spreek Margot wel veel en iedereen en Maartje Krekelaar een paar keer gesproken. Ja. Dus ik volg ze gewoon en ik vind dat gewoon leuk. Ja, af en toe even een appje, een dingetje. Ja. Supermooi. Hey, voordat we gaan jouw licht gaan laten schijnen op die wedstrijd van vanmorgen, gaan we eerst even kijken naar de hoogtepunten uit die wedstrijd. Nou, dat was weer een prima overwinning, eigenlijk de derde overwinning op rij, hè, van de ploeg van bondscoach Allison NN. Een mooie 3-0 zege op Zuid-Korea. Jij hebt vanmorgen die wedstrijd al gezien, hè? Zeker de eerste helft, tweede helft was je een beetje in slaap gedobbeld. Ja. Maar ja, kijk je terug op die wedstrijd. Hoe kijk jij naar die wedstrijd, Maarten? Nou, ik vind vooral dat ze gewoon echt heel degelijk spelen. Ja. Eigenlijk niks weggeven en zelf gewoon veel creëren. Dus het is best rustig kijken gewoon, weet je. Het is niet dat je denkt van ze gaan het uit handen geven of ze gaan die wedstrijd verliezen. Dus het is wel relaxed kijken. Ja, de kracht zit hem dan misschien wel in de degelijkheid achterin. En nu 3 wedstrijden gespeeld, 8 goals gemaakt, 0 tegen. Ja. Bijna niet in de problemen gekomen. Ja, hoe verklaar je dat?
Ja, dat die meiden gewoon een vorm zijn. Weet je, dat zie je gewoon in hun spel. En je ziet gewoon dat ze lekker spelen, dat ze mooie combinaties hebben. Veel creëren voorin, veel corners halen, veel kansen creëren. Dus ja, ze zijn nog geen moment in de problemen geweest, wat je zegt. En ja, het lijkt mij lekker hockey dan. Ja, het is lekker hockey. Hè? Een van de speelsters die er misschien wel ook alweer dit toernooi nu uitblinkt. Maarten Krekelaar, hè? Elke wedstrijd een goal. Is dat iets wat jij dan ook opvalt in zo'n wedstrijd van vanmorgen? Of? Ja, eigenlijk gewoon in alle wedstrijden die ik tot nu toe gezien heb. Ik heb tegen Amerika ook een stuk gezien. En ja, dat is gewoon knap, weet je. Je gaat in eerste instantie ga je niet mee en dan breekt Kitty de duim. Wat natuurlijk heel vervelend is. Ja, voor Kreek dan wel een mooie kans om zich toch te laten zien. Ja. Ja, als je dat dan zo doet op deze manier en zo eigenlijk gewoon onbevangen speelt en zoveel creëert, dat vind ik super knap. Ja, drie wedstrijden gespeeld, 4 goals van haar stick, zeg maar. Ja. Is dat een van die dames met wie jij ook contact hebt, hè? Een van die meiden? Dat je stuur je dan ook van gefeliciteerd, Maartje, lekker bezig? Ja, ik heb al wel een paar dingen gestuurd. En ook gewoon dat ik het knap vind dat ze er zo staat. Weet je wat ik zeg? Het is best wel lastig om die rol dan in te vullen. Maar ja, ze grijpt die echt met beide handen gewoon aan. En dat vind ik gewoon knap om te zien. Het is gewoon nog echt een jonge speelster waar ik lang mee gespeeld heb bij Den Bosch. En het is echt gewoon een speelster die gewoon iedere training, iedere wedstrijd alles uit wil halen. En iedere wedstrijd beter wil worden. En dat vind ik gewoon mooi om te zien. En nu ook gewoon zo spelen, weet je wel, van ja, niemand kan mij iets maken. Ik ga gewoon laten zien wat ik kan, want dat vind ik knap. Ja. Heel mooi. Onze verslaggeefster Merel Barreveld is in Nieuw-Zeeland en zij volgt het toernooi op de voet. En zij sprak na afloop van de wedstrijd met Margot van Geffen. Jullie winnen met 3-0 van Zuid-Korea en jij scoort. Het is je 8e treffer in Oranje. En wist je dat als jij scoort, jullie altijd winnen? Oh nee, dat wist ik niet, maar dat is mooi. Mooi feitje. Het was ook de eerste corner die jullie maakten dit toernooi. En nou valt er eigenlijk niet zo heel veel aan te merken op jullie spel, zat ik te denken. Alleen die corner lijkt nog niet lekker te lopen, maar vandaag maken jullie er 2. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat het ook gewoon moeilijk is voor Kaya en Irene dat ze achter Palme komen natuurlijk. Die heeft altijd de corners gesleept. Nu moeten zij er opeens staan en dat duurt gewoon even. Ik denk dat ze prima sleeps hebben en... ja, je ziet het. Nu ze er een beetje inkomen, scoren ze. Ja, Kaya scoort gewoon een supermooie goal. Dus dat wordt wat in de kwartfinale, denk ik. Merel haalt aan, hè? Genoeg veldgoals, genoeg veldkansen. Maar de corner is dan, als je dan ergens kritiek op moet hebben, is de corner misschien nog wel hetgeen wat nog niet het rendement heeft wat je hoopt. Daarin geeft Margot dan aan. Ja, misschien heeft het ook wel te maken met de erfenis van Pauw. Maar hoe kijk jij daarnaar? Ja, misschien is dat zo wel een beetje geweest. Maar ik bedoel, Kaya en Irene hebben allebei een fantastische corner. Ja. Ook in de wedstrijden die ik nu gezien heb. Weet je, de ballen van Kaya tegen Amerika waren gewoon echt goede ballen. Een mooie redding van de keeper. Ja. En soms heb je ook gewoon op toernooien dat hij gewoon even wat minder loopt. Dat je net wat meer pech hebt. Of dat een keeper ze gewoon echt mooi eruit houdt. En dan moet je daar gewoon mee dealen, zeg maar. Dan moet je richting halffinale, finale moet je daar gewoon op blijven trainen. Gewoon op blijven doen wat je aan het doen bent. Want het zijn gewoon goede ballen. En ja, weet je wil gewoon graag scoren. Ja, soms lukt het gewoon even niet. En moet je dingen anders gaan doen? Misschien wel, misschien niet. Soms moet je een keer een variant spelen, wat vandaag dan met Margot een hele mooie variant was. Ja, en dan een goal, hè? Ja, daarna weet je, maak je gewoon voor de tegenstander maak je het lastiger. En maak je hoeken open en scoort ze daarna zelf een fantastische corner. Ja. Dus ja, soms moet je ook gewoon een beetje geduld hebben. En zit het gewoon wat meer tegen. En ja, duurt het in het toernooi wat langer voordat je echt gaat scoren. Maar wat ik zei, ze hebben allebei gewoon een fantastische corner. En daar moet je ook gewoon op blijven vertrouwen. En ik heb dat zelf ook echt een aantal keren meegemaakt. Ja, dat het minder liep en dat je wat minder goals maakt. En dat in de poolfase wordt er wel, niet ja, zo weet liep, je, dan gaan mensen daar lekker over schrijven. Weet je, dan ga je dat nog meer aantrekken. Want tuurlijk, weet je wil corners wil je maken. En je wil er staan, zeg maar, op momenten dat je er moet staan. Ja. En zeker in de toernooien. Ja. Maar ja, soms gebeurt het gewoon zo, is het zo. En vandaag maken ze het 2, dus daar moet je gewoon je vertrouwen uithalen richting kwartfinale. En daar moet het pas echt gebeuren. Daar moet het pas echt gebeuren. Als we nu naar statistieken kijken, 18 corners gehad. Daarvan zijn er dan 2 raak, 1 vanuit de variant en 1 rechtstreeks van Kaya. Maakt niet uit. Is helemaal niet om zorgen over te maken. Nee. Rustig blijven en dan komt het. Ja, weet je wat ik al zei, ze hebben daar echt genoeg kwaliteit staan. Echt fantastische corners. En ja, 2 uit 18 is niet eens zo extreem slecht, hoor. Nee, het is gewoon vertrouwen op je corner en gewoon maken die ballen. Ja. Dus Kaya, als je kijkt. Ja, goede tip, Maartje. Goede tip. Superleuk. Nou, Maartje, dan jouw boek, hè. Het ligt hier op tafel. Ik moet zeggen, prachtige foto. Mooi. Ligt lekker in de hand, moet ik zeggen. Uh-huh. Morgen, sinds donderdag, ligt in de winkel. Ja. Afgelopen donderdag. Morgen die officiële boekpresentatie. Hoe zit het met de zenuwen daarvoor? Ben jij... Ja, het is wel bijzonder. Je hebt dat hele proces een beetje meegemaakt. Ja. En
je bent daar een klein jaar mee bezig geweest. En in het begin ook echt wel getwijfeld, weet je wel, ga ik het al doen? Dan ga ik wel echt gewoon ja, heel dat leven zo beschrijven en ga ik dat iedereen ja, laten meeleven? Ja, ja. Ja, uiteindelijk daar wel voor gekozen en nu met het eindresultaat ben ik gewoon echt heel blij. En ja. Ik ben er trots op. Ja, het is heel bijzonder ook. Ja, super bijzonder in je eigen boek. Als je dan op de kant kijkt, zo weet je, als het in de kast staat, weet je, op palmen heel groot. Ja. Ja, dat is toch al, lijkt me heel mooi om dat te hebben. Ja. Er zijn er al eerste reacties hè, van mensen die het al gelezen hebben of die al naar jou hebben gereageerd van nou, ik sta erin of... Zijn er al reacties? Ja, ik heb er al wel een aantal gehad. En ook, ook van mensen die ik niet ken, weet je, die dan gewoon echt een bericht gaan sturen of iets laten weten dat ze het een fantastisch mooi verhaal vinden. Ja. Dus dat is super leuk om te ontvangen. Maar ook mensen die in het boek staan, zeg maar, waarover geschreven is. Ja. Daar kreeg ik echt mooie reacties van. Dat doet ook wel iets met je. Ja. Dat mensen. Heb je een voorbeeld of zo van iemand die het al gelezen heeft, die nu stuurt, die daarop reageert al? Ja, toevallig Minke Boy, die er morgen niet bij kan zijn helaas, omdat hij naar Tokio moest voor de werk. Ja. Ja, die had het gekocht op Schiphol en die was toch al aan het lezen geslagen in het vliegtuig. Ja. Dus die stuurde op een gegeven moment ook echt dat ze echt wel geraakt was door sommige dingen ook in het boek en dat ze het mooi vond. Bijvoorbeeld Lisanne Hoever, oud teamgenootje, oud kamergenootje ook. Ja. Er staat een grappig stukje in van ons tweeën en dat kreeg ik zeg maar als foto doorgestuurd. En ja, daar moest ik zelf ook al heel hard om lachen. Dus dat zijn gewoon super grappige dingen ook, weet je wel, die je dan terugkrijgt en die je dan ook wel even terug gaat lezen. Ja. Maar het is gewoon gek ook om je eigen boek in handen te hebben, gewoon je eigen levensverhaal. En, ja, hoe ik dingen beleefd heb en hoe dat voor mij allemaal geweest is. Ja. En, ik ben ook gewoon heel benieuwd morgen, weet je wel, ook naar de reacties van andere vrienden en familie en die het nog niet helemaal gelezen hebben. Dus, ja. Maar staan hier ook echt dingen in dat je, waarvan jij denkt van nou Jeroen, als je dat gaat lezen, je slaat echt achterover. Staan er nieuwe dingen in, echt heel persoonlijk zeg maar, dat je denkt... Er staan wel echt nieuwe dingen in. Ja, leuk. Zeker ook de voorpublicatie die in de Volkskrant is geweest over de missie die we hebben gehad met de militairen. Met de militairen, ja. Daar heb ik wel echt heel uitgebreid verteld wat we daar gedaan hebben, hoe we daar gewerkt hebben met z'n allen, tot echt in de kleine details. Dus ja, mensen vonden dat ook wel heel bijzonder om te lezen, dat we zoiets hebben gedaan als teambuilding eigenlijk. Ja. En dat wel echt de sleutel was ook richting de Gouden Plak in Londen. Ja. En hoe dat dan eigenlijk daarna richting WK op een andere manier gewerkt had, zeg maar. Mm-hmm. En op dat soort dingen ben ik wel gewoon dieper ingegaan en echt tot op de detail verteld hoe we met elkaar gewerkt hebben. Ja. Superleuk. Nou, het is mooi dat het er is, hè. Dat maakproces. Je zei al van, je bent samen met journalist en schrijver Robert Mizet, die heeft het boek geschreven. Ja, hoe is dat maakproces nou geweest? Zit je dan echt heel close op elkaars lip voor een lange periode? Of hoe is dat, hoe heb je dat ervaren? En volgens mij had hij het uiteindelijk iets van 50, 60 uur tape, zeg maar, met alleen maar mijn geklets en gedoe, zeg maar. Dus daarna moest hij aan de slag. Ja. En is hij eigenlijk een beetje tijdens de laatste competitiewedstrijden, playoffs, Europa Cup, is hij heel veel gaan schrijven. Ja. En zijn we daarna weer echt een aantal dagen samen geweest. Ja, was het altijd leuk, hè? Dat maakproces? Of is dat ja, vaak wel. Het was ook af en toe echt wel gewoon emotioneel. Want je gaat echt terug ook naar minder leuke momenten. En je moet echt tot op detail weer terughalen wat er allemaal gebeurd is. Ja. Af en toe ook hele mooie momenten. Dus ja, weet je, het is ook best wel... Naar boven halen van mooie dingen. Ja, superveel dingen ook met Robert delen. Dan moet je elkaar wel gaan vertrouwen op een gegeven moment. Want je gaat alles delen. Hij weet alles, weet je. Ja. Ja. Dus ik heb ook af en toe wel met tranen en mijn ogen aan tafel gezeten als ik dingen aan het vertellen was. En ja, dat was ook wel echt wel het hele mooie van het hele proces om met hem samen te doen. En ja, als je dan zo'n eindresultaat hebt waar ik uiteindelijk zelf heel blij mee ben en trots op ben ook, is dat het hele proces zeker meer dan waard geweest. Ja, nou mooi, prachtig. Trouwens, mooi nieuws voor jullie ook kijkers thuis als jullie dit zien. Dit boek, een van de eerste exemplaren mogen we wel zeggen. Ja. Kunnen jullie winnen? Een gesigneerd exemplaar van Maarten Pauwme. Ja, dus wil jij dit boek hebben, laat onder deze video een reactie achter met de reden waarom jij vindt dat jij dat boek moet hebben. Wij kiezen gewoon de meest originele leuke reactie uit en zorg dat het boek bij jou thuis wordt afgeleverd. Donderdag dan die kwartfinale, dan Engeland of China. Daar gaan we dan uitgebreid op terugblikken, want donderdag zijn we weer terug met Sjoerd. Dan is ook Kitty van Malen te gast. Voor nu Maarten, heel erg bedankt voor je komst. Succes morgen bij je boekpresentatie. Dankjewel. En we gaan eruit weer met de battle van de week. Carlien en Eva die namen het tegen elkaar op. En volgens mij de battle van deze week is het speedtapen. Oftewel, hoe snel draai je je tape om je stick heen. Was jij daar een beetje goed in?
Ja, ik had altijd wel, ik kon altijd wel goed en ik had ook altijd een aparte grip, want ik haalde de originele grip haalde ik eraf en ik legde er altijd twee tennisgripjes omheen. Kijk. Omdat die heel dun waren en dat vond ik altijd heel fijn. Ja. Maar er kwamen ook af en toe wel eens speelsters naar me toe of ik hun gripje erom wilde leggen, want dat konden ze zelf niet. Ik denk meer dat het luiheid was, maar... Ja. Supermooi. Nee, je was er goed. En nou, we gaan kijken hoe goed Carlien en Eva het ervan afbrengen en tot de volgende shoot. Winnaar. Ja. Nee, ja. Puntje voor Eva. Ja, even. Nee.